Godverdomme! Jongen, ik kroop hier maar niet meer uit. En dan kot hij met al die drie kabels. Godverdomme! Moest het klein kot zijn, ik zou zoveel kabels niet aan. Zeker niet met de gasten van die elektrophalen. Godverdomme, die had niet meer open geschieten. Allee, op het einde van de winter, het was een schoenen worden met winter, hoor. Ook ik een beetje geld over. Ik zei het in Kelly en de kinders, ik zou nu gewoon van die jongen een keer op reis kunnen gaan. Oh, iedereen content wil me van die brochure zitten kijken. Een schoenen reis geboekt in moet naar Breden. Oh, allemaal content. Ja, dus kunnen we om een keer een barbecue in de zak hoe ze zitten, hoor. Ja, godverdummeling, wat duur ik nu van de weken? Ze gewoon de prijs van een elektrophal opslaan in moet. Ja, jongen, had het dol geweten, moet 200% en 100 naar de muur in moet. Godverdummelingen, kom maar reizen op mijn buik schrijven eigenlijk. Ja, die gasten van die elektrophalen, die kunnen me al op reizen, hoor. Naar Honolulu of naar de Zeelendoren. Godverdummeling, wat zijn ze? Elektrophal, dat is jouw energie. Elektrophal, dat is jouw allergie, ja. Godverdummelingen.